Ja, het was niet goed. Laat het, het helder zijn. Al dus de... wethouder Economie en Financiën vandaag in ons programma Park Politiek. Hij reageert hiermee op de demonstratie op de dam van afgelopen maandag. Duizenden mensen demonstreren daar tegen politiegeweld en racisme, waarbij geen anderhalve meter afstand is gehouden. En dat schoot veel ondernemers in het verkeerde keelgat. Ja, dat is iets wat we inderdaad niet, niet nog ja. een keer moeten laten gebeuren. Maar wat zegt u dan tegen die ondernemers die zich helemaal aan die regeltjes moeten houden? Iedereen anderhalf meter afstand. Die kunnen eigenlijk niet met winst open gaan. Misschien maken ze zelfs verlies en dan zien ze dit gebeuren. Ja, en dat, dat is, uh, uh, ja, dan, dan is het inderdaad van ja jongens, waarom doen we dit? We doen dit omdat we willen voorkomen. En dat is namelijk de belangrijkste agenda. Ik ben niet alleen Wethouder Financiën, maar ook Wethouder mm -hmm. Economische Zaken. Is dat we willen voorkomen, is dat we in laat doordat we niet aan die uh, regels houden, door die afspraken niet houden. tot we eventueel weer terug zouden vallen in een nieuwe. Uh, ja. epidemie. Ja. We maar is dat dan komen. te verkopen aan die ondernemers? Vindt u dat Ze begrijpen zij dan... dat wel? Ze begrijpen ja. wel waarom het nodig is, want zij zien ook. als we dit niet met elkaar doen, dan is de kans. Enorm groot is tot we weer terugvallen met elkaar. En dat helpt geen enkele ondernemer. Koninklijke Horeca Nederland roept zelfs op om in bezwaar te gaan tegen uitgeschreven boetes. Maar daar denkt de wethouder anders over. Moeten ze dan wel of niet die boetes terug gaan vragen? Of in ieder geval in bezwaar gaan? Wat vindt u daarvan? Nee, ik, we hebben daar spelregels over afgesproken. En daar moeten we ja. ons dan aan houden.